Hoi allemaal, vandaag is een vlog over What's in My Bag. Dat is deze tas. Vandaag is het zondag, dus ik heb vandaag eigenlijk heel een dag niks gedaan. Gisteren waren we even uit geweest, dus ik was vandaag best wel laat wakker. En toen we wakker werden, ben ik even sandwiches gaan maken voor iedereen. Dus vandaar dat we nou pas ook heel laat gaan eten. Want het is 8:10 en ik moet nog gaan koken. Maar ik heb echt nog steeds geen honger, dus dat komt wel dadelijk. In ieder geval wilde ik komen om What's in My Bag te doen. Ik had aan jullie gevraagd van als jullie leuke ideetjes hebben of jullie willen graag iets zien van mij, stuur me een berichtje, want ik vind het alleen maar leuk. Maar ik breng wel ook op ideeën. En toen ging ik vandaag even kijken en ik dacht, wat kan ik nou doen, want het is zondag, ik ben thuis. En toen vroeg een meisje van mij, wil je laatst een keer een tas hebben en What's in My Bag? Bij de meeste die YouTube films kijken is dat wel bekend. En anders is het gewoon, ik laat vandaag zien wat er in mijn tas zit, wat ik meestal altijd bij heb. En misschien dat je daar iets kan uithalen. Ik weet eigenlijk niet waarom mensen het doen, maar mensen vinden het gewoon heel leuk om te zien. Nou, daarom, ik gebruik altijd deze tas. Dat is mijn Louis Vuitton tas. Hij is niet super groot, maar ik vind het gewoon fijn omdat hij zwart is. En omdat er zo'n hengsel aan zit, dat ik hem altijd gewoon schuin kan hangen. En ik niets hoef te dragen. Dus het is ook ideaal met shoppen. Ik hang hem gewoon om mijn hals en ik heb er verder niks naar te kijken. Dus ik ga nu laten zien wat er allemaal in mijn tas zit. Als eerst, ik maak hem gewoon open. Ik heb er verder niks mee gedaan. Dus ik ga maar gewoon laten zien wat erin zit. Als eerst mijn sleutelbos. Kijk hoe leuk. De sleutel heb ik gekregen van mijn moeder omdat ze een macaronwinkel gaat openen. En ik had ze besteld. Dus ik wil kijken wat eruit kan zien. En ik vond hem echt heel leuk. Sleutel een beetje op, want ik ben altijd. Mijn sleutel gooi ik altijd echt los in mijn tas. Dus dit is ook de enige die ik nou even heb gevonden om aan te hangen. Wat zit er dus in? Wat er ook in zit is mijn portemonnee. Gewoon een zwarte Gucci portemonnee. Ideaal voor mijn zwarte tas. Wat er ook in zit is deze Bargello parfum. Ik ben zo blij dat ik die winkel heb ontdekt. Op mijn werk hadden we echt alle meisjes gebruikt die parfum. En het rookt ook echt gewoon super lekker en gewoon heel de dag door. Dus ik vroeg ernaar en het is geen, ja, wel en geen namaak. De winkel zegt natuurlijk van niet, omdat dat niet mag, denk ik. Ik weet het echt niet. Dus ik ging naar die winkel en ik gebruik zelf altijd Dior Potion. En ik ging naar de winkel en ik vroeg wat ze die geur hadden en die hadden ze. En dit flesje was volgens mij 20 of 25 euro, als ik het goed heb. En het is 50 milliliter. Dus ik denk, ja, ik ga het gewoon even testen, want mijn andere Dior Potion, ja, die zijn een stuk duurder. Het kostte 80 euro of zo, een grote fles. Ik weet niet, ik heb echt al een lange tijd niet gehaald. En toen spoot ik deze op en hij rook gewoon heel de dag. Ik ben zo blij dat ik deze parfum ben gekocht, want het scheelt ook zoveel geld. Dit is denk ik echt al mijn 6e flesje of zo. Want ook in huis spuit ik hem even snel of over mijn kleren, over mijn jassen. Ik spuit gewoon echt. Ik doe echt heel kort met een flesje. En ik vind ook de flesjes niet heel lelijk. Ze zijn lekker plat, want dat had ik wel bij de biopozen. Het is echt zo'n bol, dus als je het in je tas doet, dan neemt het vrij heel veel plek in beslag en dit gewoon echt niet. Dus ja. Ik ga nooit meer duur parfum kopen, echt niet. Wat er verder, wat er ook in mijn tas zit, zijn mijn kwasten. Deze twee kwasten heb ik altijd bij. Dit is een gezichtskwast, omdat als ik op stap ga, vroeger nam ik altijd alles mee. Concealer, oogpotlood, mascara, ik nam alles gewoon mee in mijn tas. En toen gebruikte ik zelf gewoon helemaal niks. En daar heb ik gewoon van geleerd. Ik deed meestal altijd alleen. Als ik wat bleekjes leek, gewoon mijn gezichtspoeder op en bronzen. En dat was het. Dus vandaar dat ik nu mijn gezichtskwast altijd bij heb. En mijn bronzer slash bluskwast. Wat er dan dus ook in mijn tas zit, is mijn gezichtspoeder. Die is van MAC. Die is best wel een wat donkere kleur, omdat ik niet heel mijn gezicht ermee doe. Ik doe gewoon, ja, een beetje mijn contour. Die doe ik dan met die gezichtspoeder. Want hij ziet er zo uit. En dit is in de kleur Give Me Sun. Deze, ja, die gebruik ik al zo lang en ik, ja, kan me echt geen andere gezichtspoeder meer herinneren. En dan de bronzer, deze. Deze heet Sincere. Ik zal hem zo laten zien, voor als ik hem verkeerd uitspreek. Deze heb ik gekregen voor mijn verjaardag en hij is echt wauw. Dit is echt gewoon serieus mijn lievelingsblush slash bronzer. Het is een beetje een nude kleur. Als ik het zo laat zien dat je het beter kan zien. En ik ben hier echt verslaafd aan. Ik gebruik hem iedere dag. Omdat het lijkt ook gewoon een beetje, ja, natuurlijk zeg maar. Het pakt gewoon heel mooi met mijn foundation en het loopt heel mooi over. Dus vandaar dat ik hier echt zo blij mee ben. Dit wordt echt gewoon ook mijn vaste prik. Wat er nog meer in mijn tas zit is een klemmetje.
Jullie zien ook wel naar mijn vlogs dat ik altijd mijn haar na een dag gewoon op een klem lekker doe of in een knot. Dus ik heb altijd gewoon mijn klem bij. En meestal hang ik hem dan, als ik mijn tas zo heb, hier aan. Zodat ik als ik gewoon, als ik hem nodig heb, dat ik in verzoeken, dat ik hem gewoon afklik en gewoon gelijk in mijn haar kan doen. Wat er ook in mijn tas zit, is een puntkam. Ik kan niet zonder, echt, ik kan gewoon niet zonder een puntkam. Want mijn haar, dat is best wel, als ik het heb gesteld, dan valt het best wel plat naar beneden. En op een gegeven moment thuis dan zit het altijd mooi. Maar als je dan eenmaal weg bent en je kijkt in de spiegel, denk je echt, wat is er gebeurd met mijn haar? Dus ik neem deze gewoon altijd mee. Echt in iedere tas van mij zit zo'n kam. Dan kom ik haast bij de Primarkt en dan zijn ze per 2 iets van 3 euro of zo. Goedkoop denk ik zelfs. In ieder geval, die sla ik dan altijd in en doe ik ze altijd in iedere tas, zodat ik er nooit in kwijtraak. Ik vind het echt heel fijn. En wat ik ook in mijn tas heb, is een pincet. Ik heb altijd een pincet in mijn tas. Kom, als ik in de spiegel kijk en ik zie een haartje waar ik aan irriteren of bij mijn wenkbrauw. Het moet er gewoon uit. Maakt niet uit hoe. Al laat ik iemand het eruit bijten. Het moet er gewoon echt uit. Dus vandaar dat ik altijd gewoon een pincet in mijn tas heb. Dat ik geen irritaties heb. En dat ik geen rode vlekken krijg. Omdat ik zoveel aan iets haartje zit te trekken. Wat ik ook in mijn tas heb is een pen. Een pen komt altijd van pas. Deze pen heeft me zoveel gered in mijn leven. Echt waar. Al is het om iets op te schrijven. Of iemand vraagt een pen. Je hebt altijd een pen nodig. En als je hem niet hebt, dan heb je hem juist nodig. Dus mijn tip, neem altijd gewoon een pen mee. En wat er ook in mijn tas zit, wat echt past in zo'n klein tasje trouwens. Het verbaast me echt gewoon nog steeds. Want normaal zit mijn camera zit ook nog in mijn tas. Dus echt, ik weet echt niet waar ik het laat. Wat ik ook in mijn tas heb, is deze. MAC Prep & Prime. Omdat ik best wel droge lippen heb. En vooral in de winter doe ik altijd gewoon, dus gewoon eigenlijk een primer voor je lippen. Ik doe ik op mijn lippen en dan is het gewoon echt gelijk heel zacht. Maar hij is eigenlijk voor onder een lippenstift. En omdat ik normaal altijd lippenstift draag, doe ik dan, als ik hem niet gebruik voor vaseline, dan doe ik gewoon lippenstift eroverheen. En dat blijft dan gewoon heel de dag zitten. Ja, ik heb deze al zo lang, doe ik echt zo lang mee. Ik heb hem nog nooit opnieuw verkopen, dus kan je nagaan. Nou, dat was het eigenlijk wat in mijn tas zat. En dadelijk ga ik even koken. Ik ga risotto maken. Risotto met spinazie en kipfilet. Alleen, ik moet het op het einde weer allemaal splitsen, want de een wil geen spinazie en de ander wel. En de ander wil geen champignons en de ander wel. Want mijn zus en een vriend van hem blijven eten. Dus dat wordt wel gezellig. Maar het is zo laat en risotto maken, ja. Het ligt eraan. Ik vind dat je echt voor eten echt gewoon de tijd moet nemen. Dus ik ga gewoon lekker mijn gemakje doen. En als we hem weer hebben, dan smeer ik wel een boterham. Maar ik ga het niet haasten. En omdat ik ook in mijn mail had gekeken en ik zag staan van, oh, ik zag dat je met je zus de verjaardag... je moeder had gekookt en zou jij ook keer willen koken, want ik vind het gewoon leuk om gerechtjes te leren of om te zien hoe iemand anders het doet. Dus ik dacht, nou, ik doe vandaag gewoon 2 vragen in 1 video. Dus ik ga ook laten zien hoe dat ik mijn risotto maak. Ik ben echt geen pro met koken, echt niet. Mijn moeder wel en daar leer ik het ook allemaal van. Maar je moet echt niet denken dat hoe ik het doe dat echt gewoon een manier is, want op risotto is ook gewoon zoveel verschillende manieren te maken. Sommigen maken met witte wijn, sommigen maken met vis. Het is echt gewoon... Er zijn echt heel veel manieren dat je risotto kan maken. Maar ik laat zien dat ik hem lekker vind. En ik hoop dat jullie er iets van kunnen leren als jullie het keer gaan maken. Dus laat maar weten. Nou, dan gaan we nou in ieder geval naar de keuken. En dan ga ik beginnen. Ik doe een beetje zonnebloemolie in de pan. En ik gebruik een wokpan. Zo. Als de olie een beetje warm is, dan doe je de risotto in de pan. En dan ga ik met een plastic spaat ga ik erheen en dan zorg ik dat de olie voor alle risotto erin zit. En dan bak ik ze een beetje aan. Ik doe 2 bouillonblokjes in een maatbeker. Deze heb je gewoon heel de tijd nodig. Zo. Daar overheen doe ik al heet water. Ik gebruik nu ongeveer 900 ml, maar dat kan of meer of minder worden. Het ligt er gewoon aan. Bij mij is het een beetje verschillend iedere keer. Dan mix het gewoon goed door elkaar. Ik kook nou toevallig hierop, maar als je gewoon gas hebt, dan moet je hem gewoon de hele tijd op een laag pitje laten staan. Gewoon eigenlijk gewoon heel het gerecht. En dan gooi ik het nu even erbij.
Zo. Niet te veel, deze keer gewoon wat even onder staat. Nou, dan laat je het gewoon even zo staan. Zo. Bij deze pan zit ook een deksel. En dat heb je eigenlijk best wel nodig bij dit gerecht. Dus zet ik gewoon een deksel erop. En dan ga ik nu heel even de Parmezaanse kaas snijden. Het is belangrijk bij risotto dat je altijd gewoon goed blijft roeren. En dat je er altijd gewoon bij blijft staan. En ook nog een beetje bij. En zo. Laat het nou even staan. Doe er een beetje peper. En zout doorheen. Zo. En dan zet ik de deksel erop. En nu ga ik verder aan het volgende. De kip. Ik gebruik de braden en bakken van Remia. Die doe ik in de pan. En ook doe ik gelijk even voor de champignons een pannetje. Als je merkt dat de risotto bijna goed is, doe je vast een beetje, ja, doe ik altijd gewoon op gevoelig. De Parmezaanse kaas erdoorheen. Zo. Dat roei je dan goed door elkaar en dan merk je gelijk dat het wat smeuiger wordt en meer één geheel. De boter is nou goed en ik heb de kipfilet gewoon in kleine reepjes gesneden met peper en zout erop. De boter van de champignons is nu ook klaar. Ik ben blij dat hij al gesneden champignons heeft, dat scheelt me echt heel veel werk. Zo. Ik laat het nu ook gewoon even staan. De champignons zijn nu klaar, dus dan doe ik ze bij de kip. Zo, het eten is klaar. Ik heb ze zonder champignons en mijn zus heeft ze met champignons. Dus wij gaan nu lekker eten. Nou, we hebben echt super lekker gegeten allemaal. En we hebben een toetje. Dat is natuurlijk het lekkerste van alles. Ik heb aardbeien met chocola. En dit is het toetje. Lekker, aardbeidjes. Ik lig al lekker op de bank en terwijl ik aan het bewerken was, kwam ik erachter dat ik dus niet had afgesloten. Dus vandaar nou deze video. Wat ik al vertellen. Oh ja, het boodschappenlijstje van mijn recept, dat zet ik in de beschrijving. En we hebben echt heel lekker gegeten, buikje zitten vol. Dus ben ik gelegen op de bank om te gaan werken. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken naar mijn video. Ik hoop dat jullie dat geleerd hebben. En voor vragen of ideetjes mogen jullie altijd mij een mailtje sturen of onder mijn video reageren. In ieder geval duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie snel weer. Doei doei!